Hallo allemaal, daar ben ik weer. Ik heb toch nog een paar kerstkaarten gemaakt, onder andere deze. En ik zal hem eventjes neerzetten, maar ik kan hem beter even zo houden. Ik zal jullie laten zien hoe ik die gemaakt heb en de materialen die ik gebruikt heb. Ik leg hem even opzij. Ik heb hiervoor genomen gebroken wit linnen persing, een A4 in de helft gesneden, dat is 10,5 breed, dubbel gevouwen. Hierop komt een dessinvelletje van het blokje van Yvonne Creations en ik heb gekozen voor het stippeltje. Deze kaart, daar heb ik gekozen voor het rode papier met witte lettertjes Jingle Bells. De maat is 10 bij 10 centimeter. Ik heb al voorgewerkt met de tape, voor alle zekerheid, en het scheelt in tijd. En ik ga dus dit met een klein randje opplakken. En dat heeft dus een reden dat het er eerst op gaat. Hieronder namelijk komt een randje, dat ga ik embossen. Ik gebruik hiervoor de set van de Cuttlebuck, een oudere set. En ik heb gekozen voor de afbeelding van het gele randje hier. Dat is dat lijkt het meest op kerst. Dat is dus, die andere zijn ook een beetje te breed. Het lukt niet allemaal. En om nou de juiste maat te bepalen, daarom heb ik dus het velletje papier opgeplakt. Even kijken. Ik moet hem dus zo gebruiken, want dit is het relief, dit ligt er bovenop. Dus dat komt dus later aan de bovenkant. Enigszins in het midden. En ik kan dus de mal gelijk leggen met het dessinpapier. Ik zal eerst even mijn machine pakken. Zo, een beetje ruimte. Wanneer je dus de Big Shot hebt en je hebt het multipurpose platform, dan moet je om te embossen tab 1 opengooien. Ik heb in dit geval even het blok van mijn Vagabond genomen. Zonder de dunne adapter die erbij zit. En ik leg, zoals je ziet, mijn kaart erop rechtstreeks. Ik leg mijn twee snijplaten erop. En ik draai door de machine. Zo. Ik haal ik eraf. Ik zet de machine weer eventjes weg. En, ik weet niet of het te zien is, maar hier naartoe. Het is dus geëmbost. Het is een heel mooi randje. Ik kan het denk ik enigszins zien. Goed, dus deze ga ik weer opbergen. En, verder heb ik het frame gebruikt van Nelly Snelle. Het is ook al een oudere mal. En ik hoor vaak van klanten van ja, ik heb zoveel mallen en ik gebruik ze eigenlijk nooit meer. Dat is best wel jammer, want je kunt er toch hele leuke dingen mee doen. Maar je moet gewoon weer even op het idee komen, denk ik dan. Dus die heb ik gebruikt in dezelfde kleur. Dus linnenpersing gebroken wit heb ik dit frame gemaakt. En dit heb ik met twee stukjes foam tape bewerkt. En die ga ik dus nu op het oog in het midden plakken. Ja, dat zit. Hierop komt een rode mat van 7 bij 7 centimeter. En daar haal ik vast één velletje af, want het komt precies gelijk. Je hoeft niet te kijken naar een randje. Dat is precies het vierkantje van de mal. Zo.
staan. Dus die zit ook. Nou even de beschermlaagjes eraf halen. Ook weer even weg. Nou. Verder zit hier een velletje met allemaal sneeuwsterretjes bedrukt. En die heb ik gemaakt met een stempel. Ik weet helaas de naam niet meer. Maar het is een set met heel veel. Kijken of het te zien is. Ik zit iedere keer buiten beeld. Dat is wel een beetje vervelend. Hier zit dus een aantal sneeuwsterretjes op een rijtje. En die heb ik gebruikt. Ik zal het even laten zien. Die heb ik zo gestempeld. Dus een paar keer willekeurig, een beetje ruim. Want dat vierkantje wat hierop zit, dat is 7 bij 7. En dit moet 6,5 bij 6,5 worden. En omdat je dan niet precies weet hoe het uitkomt, heb ik gewoon het willekeurig gestempeld. En ik gebruik hiervoor even mijn viskas lineaaltje. En snijd hem dus op 6,5 bij 6,5 af. Hier ga ik even kijken. Dit is een beetje erg veel wit. Dat haal ik gewoon weg. En dan gaat hij hier op 6,5. En dan heb ik dus een heel leuk oplegstukje met allemaal sneeuwsterretjes. Zo, dat gaat ook. Even dit wegruimen. En hier doe ik ook even wat gewoon weer dubbeltape op. Klein puntje omvouwen weer. Kunnen we altijd nog schuiven. En je gaat er hier op. Zo. Deze zit. Je kunt natuurlijk ieder willekeurig stempeltje gebruiken waar je een aantal leuke sneeuwsterretjes hebt. Ik heb als de kleur van de inkt, het is Bordeaux rood. En het is de inkt van Mariette Verhees, Archival inkt. Ik heb hem al heel veel jaren en het blijft allemaal goed. Ik bewaar mijn stempelkussens op z'n kop. Af en toe dan draai ik ze even om. En daardoor blijven ze heel lang goed. Verder heb ik dus hier onderaan fijne feestdagen gestempeld. Het is, dacht ik, een stempel van Marianne Design van heel lang geleden. Helemaal zeker weet ik het niet, want ik heb ook wel eens een keer stempeltjes gekocht in de actiewinkel. En die hebben dus ook wel eens van die leuke aanbiedingen. Maar die tekst prettige feestdagen is misschien hierop te zien. Nee, ik zal het eventjes even kijken als ik hem hier doe. Die staat hier onderaan en dat zit aan elkaar vast. Dus prettige staat hier en feestdagen staat eronder. Die heb ik heel voorzichtig losgesneden. Want die ruimte onderaan de kaart is niet hoog genoeg voor die letters. Anders dan krijg je dat je door het geëmboste heen stempelt. Dat vind ik een beetje zonde. Dus ik heb hem gewoon losgemaakt. Netjes naast elkaar geplakt. En dan gaan we dus nu even beinkten. Dat was hem. Dit is de kaart. Zo is die af. Ja, het woord feestdagen loopt een klein beetje naar beneden. Maar ja, het is handwerk, zullen we maar zeggen. He, het kan gebeuren. En nou, dit is weer een idee voor als je nog even snel iets moet doen. En kijk eens even tussen je stempeltjes en je papiertjes wat je allemaal nog voor leuke dingen hebt. Want het is zo gemaakt eigenlijk. Heel veel plezier ermee. En ik zou zeggen tot de volgende kaart.